Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vrijwel geen bewolking in onze omgeving, hooguit wat hoge sluierwolken. En die trekken in de loop van de ochtend wat vaker van het zuiden uit over het land. Maar in de ochtend is het op de meeste plaatsen nog ronduit zonnig en de temperatuur loopt snel op naar 12 tot 14 graden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting voert zachte lucht aan, zodat het vanmiddag lokaal 20 graden kan worden. Laat in de middag in het zuidwesten misschien een enkele onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Wel neemt de bewolking langzaam toe. Vanavond dan op meer plaatsen een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. Maar in het noorden blijft het waarschijnlijk nog wel droog. Vanavond is het een graad of 14. Dan gaan we naar morgen en dan zien we wat vaker buien. Maar we zien ook af en toe de zon wel schijnen. De meeste buien vallen in het noorden van het land. En ook daar is het echt niet de hele dag nat. Het is wel wat minder zacht. 15 graden in het noorden, 17 in het zuiden van het land. Donderdag is dan weer op de meeste plaatsen droog. Vrijdag begint ook vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking weer toe. En tegen de avond dient zich dan een eerste onweersbui aan. Het is wel heel zacht, want het wordt makkelijk 20 graden in het midden en oosten van het land. Zaterdag wat lagere temperaturen en wat meer neerslag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.